jongens en meisjes, daar was ik weer. Vandaag gaan we iets doen met tekenen. En eigenlijk is het ook een beetje om schrijven te leren. We gaan vogels maken. Vogels in de winter. Deze kant heb ik met krijtjes gedaan. Die heb ik hier. En deze kant heb ik met potloden gedaan. Die heb ik hier. Ik ga het eerst met krijtjes voordoen. Je pakt een wit tekenblaadje. Als je dat nog niet hebt, dan doe je het filmpje even op stop en dan ga je het eventjes pakken. En dan doe je het dan weer verder. Ik ga weer verder. En dan zoek je een kleur die mooi is voor een vogel. Ik neem nu eerst groen. En dan maak ik eerst de buik van de vogel. En dan zet ik op het blad een cirkel. Een rondje. Zo. Dat is zijn buik. En dan ga ik in dat rondje allemaal rondjes maken. Kijk maar goed. Ik begin aan de buitenkant en ik ga steeds verder naar binnen. De rondjes worden steeds kleiner. Tot ik helemaal in het midden kom. En dan ga ik weer terug. Dan ga ik zo, je mag ook de andere kant op. Deze kant is voor mij handiger. Zo wordt hij steeds van buiten, van grote rondjes, naar kleine rondjes. Nu doe ik er nog een andere kleur doorheen. Rood. En ik begin weer aan de buitenkant. Buitenkant, cirkeltje maken. En dan ga ik langzaam naar binnen. Steeds allemaal cirkels maken. Tot je aan de binnenkant komt en dan ga je weer terug naar de buitenkant. Kijk, dit is al een mooie buik geworden. Nu maak ik de kop er bovenop. Pak eerst weer groen. De kop is altijd iets kleiner als de buik. Dus die moet wat kleiner. Ik maak een kop. Zo. Zo denk ik dat die goed is. En dan ga ik steeds weer verder naar binnen. Zie je dat? Gewoon lekker rondjes maken, de hele tijd maar door. Tot je helemaal in het midden bent uitgekomen. En ze maar hele kleine rondjes worden. Dan ga ik weer naar buiten en worden ze weer groter. En weer naar binnen, tot alles opgevuld is. En dan pak ik rood. Dan begin ik weer aan de buitenkant. En dan ga ik steeds verder naar binnen. En weer naar buiten. Net zo lang tot ik denk van, nou is die helemaal vol. Kijk maar. Ik maak nog zo'n mooi vogeltje. En naast, het zijn er twee. Ik maak weer eerst de buik in een cirkel. En dan ga ik weer van buiten naar binnen. Zie je dat? Tot ik helemaal in het midden ben. En dan ga ik weer terug. Dan worden ze weer groter of andere kant op. Kan ook. En een beetje rood. Maak maar cirkels. Van groot helemaal naar de binnenkant tot klein. En dan het kopje er weer op. Een iets kleiner cirkel. En weer beginnen met allemaal cirkels maken. En weer terug, andere kant op. Mag ook. En een beetje rood. Ik begin aan de buitenkant. Ik ga steeds verder naar binnen. En als ik in het midden gekomen ben, ga ik weer terug naar de buitenkant. Zodat die helemaal vol is. Die mag ook nog wel een beetje bij. Zo. Twee vogeltjes. Wat missen de vogels nog? Een vleugel. Ja, een bek. Of een snavel. En pootjes. Ik maak eerst
de snavel met rood. Deze ook een snavel. Nu maak ik de vleugel en doe ik gewoon vanuit het midden strepen. Allemaal strepen. Zie je dat? Gewoon lekker strepen. En dat wordt hartstikke mooi. En het kleine vogeltje krijgt het ook van het midden uit. Strepen maken. Van binnen naar buiten. Hier nog wat. De grote vogel moet een grote vleugel hebben. En een kleine. Zo. Nou, wat mist er nog? De pootjes. Hier nog een pootje. En een oog. Nou, om een tekening nou een beetje af te maken, ga ik een beetje de grond maken. De grond maak ik bruin. Lijkt wel paars. Het is ook paars. Je moet bruin hebben. Zo. Gewoon lekker een beetje kleuren. Zo. En de lucht natuurlijk. Die maken we blauw. Aan de bovenkant. De zon wordt weer een cirkeltje. Ik weet nu hoe het moet, hè? Ik maak eerst een grote cirkel. En dan ga ik steeds verder naar binnen. En weer naar buiten. En weer naar binnen. En dan maak ik de strepen van binnen naar buiten. 1, 2, 3... Zo. Ook leg ik nog een paar broodkruimeltjes neer voor de vogels. Want dat lussen ze wel, hè? Hier eentje, daar eentje. Dit vogeltje krijgt er 3. Deze is wat groter, dus die krijgt er 4. Die heeft wel wat meer honger. Nou, vooruit, ik geef hem 5. En dan geef ik deze 4. Zo. Kijk eens. Als je nou zo'n mooie tekening hebt gemaakt van vogels, zet hem maar voor het raam. Dan kan iedereen zien hoeveel jij van de vogels houdt. Doe je best. Tot ziens. En maak een foto van de tekening en stuur hem naar de juf. Tot ziens. Dag, dag.